Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Vanmiddag is het heel aardig weer. Zoals je op de satellietfoto ziet, schijnt de zon vanmiddag behoorlijk langs de westkust, maar ook in Flevoland en het noordwesten. En die opklaringen die breiden zich vanavond verder over het land uit. De wind neemt ook nog eens in kracht af, daardoor gaat de temperatuur redelijk vlot dalen. Aan het einde van de avond is het al rond de 0 graden hier en daar. Vannacht gaat het dan licht vriezen, kunnen natte weggedeeltes glad worden. Maar doordat het vanavond droog is, zal het slechts heel plaatselijk zijn. Aan het einde van de nacht krijgen we te maken met regen in Zeeland. En morgen overdag breidt dat regengebied zich naar het noorden uit. Het wordt een lange, natte en koude dag. Waarbij er ook nog eens natte sneeuw kan vallen. En bij stevige Zuidoostwind is het echt, echt onaangenaam weer. Maar die regen trekt natuurlijk wel later op de dag weg. En dan hebben we zaterdag een hele redelijke dag. Met hooguit een lokale bui 6 graden. Zondag en maandag gaan er ook weer buien vallen. Misschien winters. En ook dan is het smiddags 6 graden. Ik ben Michiel in. van Weerplaatser.nl.